Nou, ik ben weer op de Oosterhaaf in Medemblik. De drakenbootraces zijn gestart. Het is zelfs al zover geworden dat de finale is nabij. Mijn naam is Peter Commandeur. Welkom in mijn wereld. Halve finale vindt zo plaats hier al, dus spannend. De wedstrijdleiding staat er ook bij te kijken. Gaat het goed allemaal, dames? Gaat hartstikke goed allemaal. Ja, zitten we nog op schema? We zijn een beetje laat, maar dat maakt ook niet uit. Nee, maakt niet uit. Het is wel leuk hoor. Het is Medemblik, hè? Dus, Komt goed. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit zich gaat ontwikkelen. Naast me zit Stefan. That's me. That's you. Stefan Hart. Van, ja, hij is in dit geval de presentator van... Zie je, de microfoon. Van de drakenbootrace. En... Hoe gaat het, Stefan? Nou, het gaat goed. Inmiddels weer. We hadden even wat moeite om de tijden goed op te tellen. Altijd de uitslag moet natuurlijk wel betrouwbaar zijn. Juist. Maar gelukkig is er een deskundige jury die houdt dat even allemaal goed in de gaten. En we hebben nu een terechte uitslag, denk ik. Met interessante tijden. Er is strak tegen de 57 gevaren. En dat is een pittige tijd. Door een nieuw team, dus was ook wel een leuke verrassing. Ja, het publiek aan de kade die is hier waanzinnig aan het genieten. Ja, ja, het is fantastisch weer, gelukkig wel. Vrijdag was het wat minder, zaterdag was het goed. Best wel weer het zonnetje. Hey, en, ik hoorde iemand die was, hij zegt ik heb 2 keer gewonnen met mijn bootje, maar ik kreeg er even goed uit. Ja, dat heeft dan toch te maken met de strakkere tijden die gevaren zijn door de andere teams. Dus daar ligt het dan aan. Oké, Michel, dan weet je waar het aan ligt. Ja, Michel. Maar Michel heeft inderdaad heel mooi gevaren, maar hij lag er gewoon net uit bij die andere teams. Ja, hij lag gewoon te slapen. Hij wist niet dat het om de tijd ging, denk ik. Nee, ik denk het wel, want ik sprak hem er even voordat hij ging instappen. En hij was echt erop gebrand om te gaan winnen. En het zat er ook in, want hij heeft gewoon echt heel goed gevaren. Echt strakke tijden neergezet. Ja. Maar allemaal 58ers. Ja. Ja. En dan zijn het net die 100ste van een seconde. Ja. Ja, en dan gaat een ander team ermee vandoor. Ja. Hey mannen, gaat het gebeuren? Ja, ja. Finale. Welk team zijn jullie? De Onderzeeërs. De Onderzeeërs? Ja, ja, ja. Dat hoop ik niet voor jullie. Ja, ja, ja. Nog niet. Straks wel. Als het klaar is, dan... En dit is de finale, jongens. Halve finale. Ja. Dus wel eventjes knallen, Aldi. Kom op, hè. Snel een fotootje ervan maken, dan heb je misschien nog wat. Oh jee. Nou, net dat je dacht dat je alles onder controle had, Stefan, krijg je dat weer. Dit is mijn schuld, Peter. Oh. Ja. Een prespapier noemen we dat, hè? Nou, jullie komen er wel uit, denk ik. Alles onder controle, Sjaak? Ja, we hebben alles onder controle. Oké, gelukkig. We hebben helaas een wedstrijd moeten overdoen, omdat er een beetje bijna botsing was. Turbulentie? Nee, het was geen turbulentie. Het was gewoon het roer zat niet helemaal lekker. Oké. En voor de rest... zitten we iets achter op schema, maar we gaan het allemaal redden. En die laatste finale dan? Rond 6:30, 5:15, zoiets. Ja, ik denk dat het even over 5 is, alweer 5 of 5:10. Nou, kijk, ze zijn gestart. We gaan dit even filmen. Dankjewel, Sjaak. Sjaak Botman, hè? Hey. Nou, mooi. Dat was alweer een halve finale. Ik weet niet wie er gewonnen heeft. 55-200. 55. Voor de strijders, voor fitness. En de onderdeeërs, hè? 55 seconden. Ja, 55. Zo, ah, netjes. Godverdorie. En ben je alleen supporter of doe je ook nog wat? Ik ben Marshall. Marshall? Marshall. Ja, op het beton. Oh. Ja. Dat is een goede job. Nou, betaalt niks hoor, maar het is wel... Klinkt wel. Het is meer dan het lijkt. Het is gewoon leuk. Het zorgt dat iedereen veilig de boot komt, veilig uit de boot komt. En dat actie en iedereen gaat beton af en op het beton. Is ook niet. Lars, ja. Wat gaan we doen? Roeien. Ja, dat snap ik. Winnen. Peddelen. En halffinale. Welke club zijn jullie nou? Wij zijn de Kuip hier, gesponsord door Michael Bruins en Timmerwerken.
Heel goed. Nou, ik zou je heel veel succes. Dankjewel. Ik verwacht dat jullie minstens de finale halen. Dat hopen we wel. Ga er wel vanuit. We moeten tegen de auto's. Zit je vader ook in de ploeg? Mijn vader zit ook in de ploeg. Oeh, dan, sterk, hoor. Dan weet ik het. Oh, hij is sterk. Komt goed. Succes. Ja, we zien elkaar. Oh. Wie moet er winnen, Jannie? Nina. Wie moet er winnen? Nee, de Aikaya A. De? Hoe heet ze? De kwaaie pieren. Nou weet ik het weer. De kwaaie pieren. Dat is, vroeger was dat de beulen van Vermeulen zeker. Ja. Gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. We gaan er vol, Peter. De eerste wethouder die de eerste wordt. Ja, nou, ik weet niet of ze bij komen. Ik vind die tegenstander wel erg imposant, moet ik zeggen. Echt van die brede jongens met flinke borstkassen, spierenbundels. Of zit jij te trommelen? Nee, ik zit niet te trommelen. Oh, je zit niet te trommelen. Ik ga echt peddelen. Ga echt peddelen. Dus we gaan het beste van maken, Peter. Succes. Dank je. Adi, vierde geworden. Ja. Met, hoe heet je ploeg ook alweer? De Onderzeeër. De Onderzeeër. Ja. Nou, jammer, maar de vierde van de 20 is toch een hele prestatie. Uitstekend. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Peter. We gaan even kijken wat deze finale 2 gaat brengen. Ja, maar ik denk dat het echt ongelooflijk spannend gaat worden. En denk dat misschien wel zelfs een fotofinish straks de uitslag moet gaan bepalen. De zenuwen gaan bepalen. Ik denk dat dat eerder gaat bepalen. Ja, er wordt daar al een beetje psychologische oorlogsvoering is al op het schip. Dus gaat het gebeuren. Dankjewel, Bert. Denk. Dames en heren, bent u klaar voor de finale editie 2018 Drakenbootraces? De boten die zijn zich precies op de goede plek aan het leggen, zodat het een eerlijke start gaat worden. Dat jullie zo goed hadden gebruikt. Dat is gewoon de teambuilding. Ja, dat is de teambuilding. Jongens, veel plezier. Volgend jaar de titelverdediging. Ja, zeker weten, ja, zeker. Kom. Er zit nog water in, het moet eruit. Geweldig. Dankjewel. Het is weer ten einde. De Waterweek in Bedumblik. Maar volgend jaar zijn we weer terug. En zijn jullie er ook toch? Gewoon komen. Bedumblik is fantastisch. Later.